Welkom bij Café Weltsmerts. Mijn naam is Martina Groenveld en ondanks dat het gisteren een zwarte dag was in de Nederlandse geschiedenis, ook omdat de kinderen blootgesteld zullen gaan worden aan het experimentele mRNA vaccin, gebeuren er ook hele mooie dingen. Menig telefoon heeft gisteren rood gloeiend gestaan en dat heeft als resultaat dat ik vandaag in de studio mag verwelkomen Chris Crispijn, Dennis Spaanstra, Abe Dijkstra, Melchior, van wie ik even de achternaam niet meer weet, Michel Rijnga en Willem Engel. Heren, fantastisch, wat een opkomst. Super last minute. Ik heb er niet van geslapen, maar welkom. Wat een te gekke bijeenkomst is dit eigenlijk vandaag. Wat live wordt gestreamd momenteel, ook een uniek item bij Café Weltschmerz. Um, waarom zijn we hier en wie wil daar nu iets over vertellen? Ja, ik heb de microfoon toch vast, dus ik neem gewoon het woord. Wij zijn hier omdat uh, wij bezig zijn een actie te plannen op zaterdag 3 juli. En die actie heeft alles te maken met het vaccinatiebeleid voor kinderen van 12 jaar, vanaf 12 jaar. En uh, wij menen dat uh, er een wens is dat daar wat over gevonden wordt door de mensen. En we willen dat gaan organiseren. En ik begreep ook, Dennis, dat dit eigenlijk niet alleen in Nederland momenteel gaande is, uh, Frankrijk. Is ook een grote demonstratie gepland vandaag, morgen? Ik geef de microfoon even aan Willem, die had hem <laughs> uh, net. Uh... Ja, dit, uh, dit speelt in meerdere landen. We zien steeds meer een uh, gerichte Europese aanpak. Um, hoewel in Duitsland de gezondheidsraad ervoor is gaan liggen, er wordt heel veel druk op uitgeoefend. In Frankrijk uh, lijkt het uh, net als Nederland de verkeerde kant op te gaan. En daarom is er vanavond in Parijs een uh, demonstratie tegen het uh, injecteren. Uh, van gentherapie bij kinderen. En uh, ja, uh, aanstaande zaterdag doen wij dat in, uh, in Nederland. En waarom vind je het zo belangrijk dat eigenlijk uh, mensen nu worden opgeroepen om hier echt massaal tegen opstand te komen? Ja, hè, we krijgen heel wat naar ons hoofd van anti vaxers en doordat jullie tegen de prikjes zijn, krijgen wij onze vrijheid niet terug. Ik denk dat het heel belangrijk is om even twee stappen terug te nemen en te denken van. Wie moeten er voor welke reden die prikjes krijgen? Als je het rapport hebt gelezen of het advies van de gezondheidsraad, dan komt daar eigenlijk naar voren dat het niet voor het voordeel van de, de gezonde kinderen gaat. Hè. Dit, is, dit is een los advies voor de, voor de kinderen met onderliggend lijden. Dat is vorige maand geweest. Het gaat echt over de kinderen die geen onderliggend lijden hebben. Die zullen geen voordeel hebben, nee. maar wel nadelen. Er is inmiddels vast komen te staan dat het Pfizer slash BioNTech-injectie, uh, want daar gaat het hier over, inderdaad hartspierontstekingen geeft. En we kunnen dus eigenlijk met vrij grote zekerheid zeggen dat als we een miljoen kinderen gaan injecteren, dat daar enkele ernstige bijwerkingen van zullen krijgen en wellicht ook een paar uh, aan zullen sterven. En dan kom je op het punt, gaan we echt kinderen opofferen voor, voor wat? Voor vrijheid of voor het zogenaamd afschermen van een kwetsbare groep. Ik denk dat het volledig de verkeerde keuze is. Maar het belangrijkste gaat eigenlijk over de informatievoorziening die niet goed is. En het punt: kunnen kinderen überhaupt hierover kiezen? We geven kinderen stemrecht als ze 18 zijn. En ik vind dat een mooie analoog, want dan achten we ze autonoom genoeg. Om mee te kunnen beslissen over de maatschappij. En we vragen nu aan die kinderen om een offer te maken voor de maatschappij. Terwijl ze 12 jaar zijn, dertien, veertien. Ik vind het onbegrijpelijk. Ja, 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 en daar heeft Jeroen Pols natuurlijk eer gisteravond of gisteravond ook online een, uh, een statement uh, over gemaakt. Um, nou ja, ik denk dat het heel erg goed is dat jullie heel erg snel zijn, uh, bij elkaar zijn gekomen. Want deze samenwerking is eigenlijk op deze manier nog niet eerder gezien. Um, even inderdaad, hakend op, de, op het Malieveld morgen van 3 tot 5. Morgen. morgen. Sorry, zaterdag. 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 <laughs> het is vandaag woensdag. Um, want er zijn twee evenementen: zaterdag. Ja. Morry. Ja, misschien wel handig voor de mensen thuis om duidelijk te krijgen wat we dan gaan doen. Er stond al heel lang een demonstratie op het Marieveld gepland. En ik heb mensen via de tijdslijn een beetje meegenomen wat daar gebeurde. En dat is dat van Zane. Uh, de burgemeester van Den Haag, die riep natuurlijk van. Uh, goh, jullie hebben de regels overtreden op de laatste demonstratie bij de herdenking van vorig jaar. Want we hadden muziek gedraaid en mensen hielden zich niet aan de anderhalve meter. Toen heb ik meneer Van Zanen vriendelijk herinnerd aan het feit dat hij zelf een feestje had met Willem Alexander en zich toch ook niet aan die anderhalve meter hield. En toen zei hij, nou jullie kunnen alles gewoon door laten gaan op 3 juli, want uh, die stond dus ook gewoon gepland, maar dan dit keer zonder muziek. En toen hebben wij gezegd, van, ja maar voor wie doen we dan eigenlijk 3 juli? Want wij hadden inmiddels het evenement van het Maliveld verplaatst naar Welsmerts. En dat vindt dus aankomende zaterdag plaats van 11 tot 2 ja. in de ochtend. En dat is specifiek bedoeld voor ouders en jongeren met vragen over de vaccins. En wij zeggen altijd tussen aanhalingstekens. Dus als ze ouder zijn met hele specifieke vragen, of mensen die twijfelen of jongeren, vooral nu nog vanaf 12 jaar, want het plan is om kinderen vanaf 6. Maanden in te gaan enten. Dat heeft uh, Mark Kaptein, de medisch directeur van uh, Pfizer, gisteren medegedeeld. Het gaat dus al lang niet meer om kinderen vanaf 12, maar straks vanaf baby's vanaf 6 maanden. Dat is waar we het hier over hebben. Gaan we al die ouders die nu met de vragen zitten voor jongeren vanaf 12 jaar en ouder, die brengen we samen en dat is zaterdag. Dus kijk even op kindvaccinatie.nl. Dat is dus niet bedoeld voor iedereen die er al lang uit is. Maar specifiek voor mensen met vragen. We hebben een hele groep artsen. Uh, Carla Peters is daar op. Edens. heel veel artsen komen daar. Die geven lezingen. En we noemen het een meet and greet. Dus mensen kunnen daar ook echt specifieke vragen stellen. Ondertussen stond die demonstratie op het Malieveld nog aangemeld op 3 juli. En ik had op de een of andere manier ook zoiets van: Nou, ik laat hem voorlopig maar even staan. Je weet maar nooit. Nou, en je weet maar nooit. Het is zover. Uh, nu heeft de Raad voor de Gezondheidszorg dit dus besloten. En wij merken dat heel veel mensen. Ook mensen die tot nu toe niet naar demonstraties zijn gegaan, het gevoel hebben dat dit wel het moment is om op te staan. En toen hebben we gezegd: van nou, die demonstratie staat er toch nog. Die wordt gefaciliteerd, die is al goedgekeurd. Dus uh, we doen het dan van drie tot vijf, twee uur lang op het Maliveld. En dat is dus waarom er nu eigenlijk twee evenementen zijn. Uh, maar. De drie tot vijf tijd, zaterdag, gaat echt om de massa. Dus zit je nu thuis en heb je al die tijd gedacht: joh, ik ben al een paar keer naar een demo geweest, maar het helpt niet. Uh, ik heb een paar keer getwijfeld om te gaan, maar ik weet het niet. Heb je tot nu toe hoor je geluiden van verschillende strijders die net zo tegenstrijdig zijn, mensen verenig je in godsnaam. Dit is het moment. Dus pak de zaterdag. Ik weet dat er ook zondag veel demonstraties zijn. Ga naar iedere demonstratie die je maar kan. En laat gewoon massaal iedereen opstaan. Ik denk dat als je nu niet opstaat, dan heb ik één vraag: wanneer dan wel. Ja, mooi gesproken. Morie, Dennis, jij hebt. Um... Zeer korte termijn hebben we het eerder over gehad, ook de Police for Freedom Kids. En ik denk dat dit een schitterende brug is om het daar nogmaals over te hebben. Um, ja, dat de kinderen centraal staan, natuurlijk, komende periode. Goed en slecht. Ja, wij hebben 11 juli een, een Please for Freedom Kids Dag. En uh, dat is geen mars, maar het is meer een bijeenkomst voor kinderen die gelijkgestemde gedachten hebben. En ook andere kinderen zoeken om daarover te kunnen praten en mee samen te kunnen zijn. En dat ontstond eigenlijk vanuit een, een algeheel gevoel op social media: dat er steeds meer oudergroepen kwamen van er moet wat voor die kinderen zijn. En, en dat werd steeds sterker en sterker en sterker. En op een gegeven moment ontkom je er niet aan. Die kinderen willen zich uitspreken, die willen laten zien dat ze er zijn. Mm -hmm. En uh, die willen uh, ook uh, de aandacht krijgen die zij verdienen. En ik denk dat dat heel erg uh, nu nog meer uh, duidelijk wordt met zaterdag 3 juli. Ja, ja want. Um... Aankomende zaterdag een initiatief van eigenlijk iedereen en meer. Hè, die hier, uh, dus iedereen die hier aanwezig is, maar ook mensen die hier. Ja, niet daar wil ik op zijn. ingaan, want er zijn nog veel meer groepen die dit steunen. Die kunnen hier niet allemaal bij zijn. Sommigen vinden het wel leuk om hun logo erbij te hebben, anderen weer niet. Maar eigenlijk wordt dit initiatief door alle grote groepen die we maar kennen, wordt dit gesteund. Uh, tenminste, ja. ik heb er nog niet één ontmoet die zei: nee, daar willen wij niks mee te maken hebben. Die, ja, ik weet niet of jullie dat hebben gehoord. Ik niet in ieder geval. Nee, nee, nee. Nee, ik ja, ook niet. Een groep wil ze er niet bij aansluiten. Dat is, de, die heet het regime. Ah. <laughs> Willem, je fopte me. Ik, ik, je had me even tuk. Nee, maar goed, inderdaad. Uh, heren, fantastisch. Uh, ik vroeg me af of iemand op de achterste rij hier eigenlijk nog iets aan zou willen toevoegen. Volgens mij was Michel van plan een rustige maand te hebben. Ja, ja dat ja. zei hij net. Hè? In de maand juli gaan we niks doen. Ja, toch, nee. Michel? Mijn planning was de maand juli niks doen. 1 augustus weer opnieuw starten. Maar uh, voor dit uh, initiatief uh, spring ik gewoon weer op. En gisteravond om uh, half negen uh, starten we uh, uh, dit initiatief. Ik kreeg van Morrie door: van, nou, ik heb toch wat openstaan. En om tien uur stond alles uh, als een huis. En de enige die we hier, vind ik, echt moeten noemen... want ook die als echt direct betrokkenen is Frank Russing. Uh, Frank uh, kon helaas vandaag hier niet bij zijn. Maar ik vind wel dat we moeten noemen. En uh, Frank is hier ook van elf tot twee zaterdag uh, bij... Uh, bij uh, hier hebben we wel smers. En dan, daarna gaat iedereen richting Den Haag. Ja. Dus ik denk... Uh, ik weet niet of de heren naast mij nog iets te zeggen hebben. Of, uh... Ja. ja? Oké, okay, daar komt hij. Ja, ik was zelf ook bezig met een, uh, weer een mars te organiseren, zoals vorig jaar voor uh, Protect the Children. Die gaat ook wel komen. Uh, um, alleen het, het, heeft, ja, het vergt wat organiseren. Maar toen werd ik gebeld door Dennis van uh, ja, we gaan dit uh, met Spoed uh, doen. En uh, ja, al de berichtgeving die ik ook nieuw zag, uh, ja, is, het er ook, is het ook spoed nodig. En daar van ja, ik sluit me hier gewoon bij aan en uh, we gaan ook naar het Maaningd. Dus uh, ja, bij deze. Ja, te gek dat je op zo'n korte termijn hier aanwezig kunt zijn. Uh, Abe, ja. ik wil toch ook nog jou even horen. Ja, het meeste is natuurlijk al gezegd en uh, ik sluit er ook bij aan. Ik had toen gedacht, 11 juli is de eerste dag dat ik weer uh, in actie kom. En nu gaat dat sneller uiteraard. Dus uh, zaterdag ben ik er ook zeker bij. En uh, voor, on voor onze kinderen uiteraard heel belangrijk. En ik ja. ken Melke natuurlijk van de, van de Mars. Hè? Uh, dus we hebben elkaar leren kennen en uh, door alles dit jaar zijn we met elkaar verbonden. Dat is wel heel uh, dierbaar, moet ik zeggen. Absoluut. Ik wil inderdaad zeggen dat, dat de verbinding van afgelopen jaar... ontzettend veel mooie samenwerkingen, vriendschappen en, uh, en dergelijke... heeft uh, nou ja, teweeggebracht. Dan wil ik hem eigenlijk bij deze afsluiten. Willem wil heel graag nog wat zeggen. Ga je gang. Ja, <laughs> nog twee dingen. Uh, Eén is een vraag. Kijk, het wordt net gedaan als... Nee, het is geen experiment... Maar dan wil ik mensen toch even op het technische detail wijzen... dat kinderen van 12, hoe, hoe zwaar zijn die? 30, 40 kilo? Ja, om naar nou, geneesmiddelen, ja. of het nou uh, preventiever zijn of niet... dan moet je altijd in fase 1 een dose-finding-study doen. Mm -hmm. Die hebben we wel gedaan voor volwassenen. Die is dan voor Pfizer op 30 microgram uh, uh, vastgesteld. Maar het is onbestaanbaar dat we die studie als maat nemen... voor het injecteren van kinderen. Mensen, dit is een experiment... Er is niet eens vastgesteld wat de ideale dosis is. De tweede is meer een opmerking. Uh, met uh, viruswaarheid uh, zijn we natuurlijk ook uh, beroemd geworden. omdat wij zo'n persoonlijke aanpak hebben van de leraren, de verzorgde huizen en de artsen. Uh, dus er komt nog wat moois aan, vooral uh, voor de kinderartsen. die kunnen een mooie brief verwachten. Ah, daar heb ik uh, zeg maar goede herinneringen aan: aan briefprojecten met, uh, met jou. Dat, uh, goed. Maar ja, dat, dat vind ik een hele goede uh, Willem. En um, Voor de mensen die nog twijfelen over het medisch experiment, de landsadvocaat van de staat, die heeft ook bevestigd in de, in de zitting tegen uh, de vaccinatiecampagne dat het een fase 3-experiment is. Dus mochten jullie daar nog over twijfelen, dan zijn deze filmpjes online overal te vinden. Heren super bedankt. Helaas kan ik er zaterdag niet bij zijn, wegens een uh, ja, privé-aangelegenheid, waar ik wel heel erg naar uitkijk, maar ik wens jullie zo ontzettend veel succes. Bedankt voor jullie aanwezigheid en zet hem op zaterdag.